De A12 is de oudste snelweg van Nederland en een van de belangrijkste Oost-Westverbindingen. Het tracé op de A12 tussen Ede en het knooppunt Grijsoord heeft twee keer twee rijstroken met één vluchtstrook en door kruis natuurgebied de Veluwe. Dit stuk van circa 11 kilometer lang wordt verbreed van twee keer twee naar twee keer drie rijstroken in beide richtingen inclusief een vluchtstrook. En bij het knooppunt Grijswoord komt een verdubbeling van de verbindingsweg van en naar Nijmegen. Waarom is dit nodig? Dagelijks staan hier veel files. Dit tracé staat in de file top 10. Voor verbetering van de doorstroming, bereikbaarheid in de regio en verkeersveiligheid is het nodig om de A12 te verbreden. Rijkswaterstaat vindt het belangrijk dat de hinder tijdens de wegverbreding voor de weggebruiker en voor de omgeving zo min mogelijk is. De aannemer Heijmans, die de wegverbreiding in opdracht van Rijkswaterstaat uitvoert, doet samen met RWS zoveel mogelijk om de hinder tot het minimum te beperken. Er wordt zoveel mogelijk 's avonds gewerkt met geluidsarme materialen, zodat overdag de weg open is voor het verkeer. Overdag zijn er voor het verkeer altijd twee rijstroken in beide richtingen beschikbaar. Zowel Rijkswaterstaat als Heijmans hebben veel contacten in de omgeving. Bewoners, bedrijven, gemeenten, provincie en organisaties worden betrokken bij alle activiteiten en werkzaamheden. Zo ook natuurorganisaties. Zij zijn nog voordat de aannemer was geselecteerd betrokken in het project om de natuuraanpak mee vorm te geven. Omdat de A12 hier dwars de veluwe doorsnijdt, is natuur een speerpunt in het project. Door slimme combinaties te maken tussen de wegverbreding en de natuur, zal de natuurkwaliteit langs de A12 tussen Ede en knopend verbeteren. Een gedeelte van het vrijkomend hout, takken en heideplaggen uit de wegberm wordt niet afgevoerd en vernietigd, maar er worden houtplagselhopen van gebouwd in de omgeving, die als leefgebied kunnen dienen voor reptielen, insecten, zoogdieren en vogels. Een aantal nieuw te plaatsen wegportalen wordt meteen uitgerust met grote, zodat boommarters ze kunnen gebruiken om de weg over te steken. Door een aantal werkzaamheden te combineren en bepaalde zaken soms net iets anders te organiseren, halen we samen meer resultaat, oftewel 1 plus 1 is 3. Een paar opvallende maatregelen die we voor de natuur nemen zijn het verhuizen van de reptielen in de wegperm, zoals de zandhagedis en de gladde slang. Naar speciaal gemaakt gebied zodat de kans dat de dieren overleven maximaal is. Het maken van nieuwe verbindingen over en onder de weg voor reptielen, dassen en boommarters. En het compenseren van te kappen bomen in de buurt, nog voordat de snelweg klaar is. Om de snelweg te verbreden is het nodig het spoorviaduct en de recreatieve tunnels onder de snelweg te verlengen. Het spoorviaduct wordt in zijn geheel vernieuwd. Voor de treinreiziger en de automobilist wordt de hinder van de werkzaamheden tot een minimum beperkt. Dat komt doordat er naast overdag ook gewerkt wordt in de nachten wanneer er geen treinverkeer is. De tunnels voor recreatief gebruik worden ook verlengd. Fietsers en wandelaars zullen hier weinig tot geen oponthoud ervaren. We houden rekening met het toeristisch seizoen en met de natuur. Zo worden de tunnels s'nachts door vleermuizen gebruikt. Verlichting is s'nachts dan ook uit. Eind 2016 is het werk gereed en kan het verkeer tussen Ede en het knopend Grijsoord in beide richtingen gebruik maken van drie rijstroken. Dan zal de doorstroming en de verkeersveiligheid tussen Ede en knopend grijzoord en de bereikbaarheid in de regio naar verwachting verbeteren. Wij houden u op diverse manieren op de hoogte. Volg ons op Twitter @rwsa12veg. Abonneer u op onze nieuwsbrief en het nieuws ontvangt u vanzelf in uw mailbox. Wilt u meer weten, ga naar de website rijkswaterstaat.nl/a12edegrijsoord.